Soldaten! Het land rekent op u. Onze bondgenoten rekenen op u. Meneer De Meijer, we hebben een rol gezien vanavond die u speelde, die u letterlijk en figuurlijk op het lijf is geschreven. Dank u. Dat doet me heel veel plezier. Dat klopt wel voor een groot deel. Ik ben de generaal in deze prachtige avond. Heel autoritair, heel disciplinair. En ik hou ervan. En ik speel dat ook graag. Mijn vroegere rollen hebben dat ook bewezen. John Nauwelaerts in Heterdaad en in Flikken. En de procureur-generaal is Salamander. Allemaal autoritaire rollen. Maar rollen die heel dicht bij mij liggen, omdat ik hou van discipline en autoriteit. Maar ook van een grote menselijkheid. En ik hoop dat je gezien hebt vanavond dat ook die generaal als mens breekt en kwetsbaar is. En die dualiteit, dat samengaan, dat is iets, dat is eten en drinken van een acteur. Daar voel ik mij heel goed bij. Denk je dat ik daar nooit wakker van lig? Denk je dat? Ik heb vorige week mijn twee zonen verloren. Twee prachtige jongens. Die aan het begin stonden van hun leven. En die jongens zijn gesneuveld terwijl ze de levens van hun kameraden probeerden te redden. Een musical, een vreemde wereld voor mij. Ik stond juist in de musical Daans en nu in de musical 1418. Maar ik word hier toch zo verwend. Ik ben een oude zak van 75, zei ik heel onbescheiden, onbescheiden. Maar ik leef hier dag en nacht tussen al die jonge wolven. Tussen al die jonge acteurs en actrices die mij geweldig respecteren en waar ik heel goed word door ontvangen. En ik voel me hier gelukkig in deze productie. En als je gelukkig voelt in een productie, dan moet je dat langs je personage om ook kunnen uitstralen. En ik hoop dat dat vanavond bewezen is. Deze oorlog gaat door. Tot het eind. Tot de laatste man. Roepen soldaten terug. Mijn grote vrees is eigenlijk in zo'n ruimte van 1800, 1900 man, om toch die heel intieme scènes toch nog bij het publiek te brengen. Het is een hele moeilijke opdracht voor een acteur. Maar ik heb toch het gevoel dat ik erin geslaagd ben. Si chacun ne pense qu'à lui. Si personne ne peut compter sur personne, alors comment pouvons-nous gagner cette guerre? Comment pouvons-nous combattre l'ennemi qui dévaste notre pays et nous prive de notre liberté? Was het hard labeur? Het was hard labeur. Mijn rol is fragmentarisch hier vanavond. Ik kan tussen iedere verschijning wel eventjes een kwartiertje rusten. Maar het is toch elke keer een hele grote spanning en een heel groot stressmoment als je weer in die tempel binnenkomt met een nieuw stukje rol. Dat is een hele moeilijke opdracht. Maar goed, ik leef al gans mijn leven van de stress. We zijn als acteur gewoon en we dijen daar om de duur in. Laatste vraag, is de acteur Jo De Meijer nu een tevreden man? Ik ben vanavond heel, heel gelukkig.